Wij hebben vanuit het ministerie van Financiën, in samenwerking met het ministerie van Justitie, de opdracht gekregen om de kwaliteit van financiële verslaggeving van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen te onderzoeken. En specifiek vroeg men ons om te achterhalen of de invoering van de WTFV, wat gebeurd is in 2007, en het verhoogde toezicht van de AFM, of dat een positieve impact heeft gehad op de kwaliteit van verslaggeving. Met de kwaliteit van financiële verslaggeving in Nederland is het algemeen goed gesteld. We stellen vast dat over een lange periode, de laatste 20 jaar, de kwaliteit van verslaggeving in Nederland sterk is toegenomen. Meer nog, we stellen vast dat de kwaliteit sterker is toegenomen dan die van buurlanden van Nederland. Wanneer we dan specifiek kijken naar recente wijzigingen in kwaliteit van verslaggeving, dan zien we dat de invoering van de wet toezicht financiële verslaggeving, als ook het toezicht van de AFM dat daarmee gepaard ging, hebben geleid tot een sterke stijging van de kwaliteit van verslaggeving in Nederland. Belangrijk is in te zien dat dit voornamelijk komt omdat men IFRS beter heeft toegepast. En dat horen we ook van de accountants. Accountants zijn blij met het verhoogde toezicht van de AFM, want zij zeggen van, ja kijk, de AFM kijkt nog eens over onze schouder mee en ziet toe op de onverkorte toepassing van IFRS. Uit ons onderzoek blijkt dat twee aanpassingen in de WTFV wenselijk zijn. Ten eerste zijn we er voorstander van om de AFM de bevoegdheid te geven om aanbevelingen expliciet afdwingbaar te maken bij de ondernemingskamer. Dit is in de huidige versie van de WTFV niet het geval en er bestaat bij juridische experten wat ambiguïteit of dat de AFM dit nu kan doen of niet. Dit zou ons inziens de kwaliteit van toezicht in elk geval verbeteren. Ten tweede, heel specifiek, zouden we de AFM de bevoegdheid willen geven om binnen de 9 maanden na het verschijnen van een jaarrekening een zaak afdwingbaar te kunnen maken bij de ondernemingskamer. Die termijn staat nu vastgesteld op 6 maanden en we denken dat een verlenging inderdaad wenselijk is. Verdere aanpassingen in de wet vinden wij eigenlijk niet nodig. We weten dat de AFM vraagt om bestuursrechtelijke bevoegdheden te hebben. Nu, wij hebben dit afgetoetst bij een aantal juridische experten en het blijkt zo goed als onmogelijk om binnen de Nederlandse institutionele context de WTFV, die momenteel scharniert tussen het privaatrecht en het publiekrecht, om die uit het privaatrecht te halen en de AFM publiekrechtelijke bevoegdheden te geven. Het probleem daarbij zou zijn dat de vennootschapswet zit momenteel in het privaatrecht en een toezichthouder met publiekrechtelijke bevoegdheden, dat zou eigenlijk inhouden dat verschillende rechters over één bepaalde zaak zouden kunnen gaan zich moeten beraden, wat meer onzekerheid met zich meebrengt en niet gewenst is voor zowel ondernemingen als beleggers. Uit ons onderzoek blijkt dat er een aantal veranderingen mogelijk zijn om de doelmatigheid van het toezicht van de AFM te verhogen. Specifiek zouden we de AFM willen aanraden om op informelere manier informatie te gaan opvragen bij ondernemingen. Daarnaast zouden we de AFM willen aanraden om niet terughoudend te zijn zaken aan te spannen bij de ondernemingskamer. De zaak Spyker is in haar nadeel beslecht geweest, dat weten we, maar dit lijkt ons geenszins een reden om geen zaken meer aan te spannen bij de rechter. De AFM heeft die bevoegdheden en wanneer ze twijfel heeft bij een bepaalde jaarrekening, dan moet ze durven die zaak aanspannen bij de ondernemingskamer. De AFM levert goed werk en Nederland mag blij zijn met een toezichthouder als de AFM.